De tweede presentatie van vandaag is bijna net zo actueel als de eerste. Weliswaar heeft het rechtstreeks niets met vrijdag de 13e te maken, maar je weet maar nooit, want prijst de dag niet voordat de beer geschoten is. Toch? Onlangs startte het feestseizoen van het 100-jarige Open Luchtmuseum. En wat zijn wij weer een gelukkige stad dat juist Arnhem dat 100-jarige Open Luchtmuseum in haar midden heeft, om niet te zeggen aan haar grenzen. Het kent een roerige tijd, het Openluchtmuseum, maar momenteel lijkt het weer de wind in de rug te hebben. En ondanks alle bezuinigingen zal de honger naar cultuur blijven en zal er een toekomst zijn voor dit prachtige museum. Ik word ontroerd van mijn eigen woorden, moet ik zeggen. Daarom in de historische herberg. Ja, dat heb ik al gezegd. Oh nee, ik ga de link leggen van het Openluchtmuseum naar waar wij het over gaan hebben. Want het Openluchtmuseum, dat is in het nieuws geweest. Ik vond het toch best wel treurig eigenlijk voor Beatrix dat. Ik heb er gewoon 3 Arnhemmers gezien die daar met vlaggetjes stonden, maar dat waren ze dan ook. Die vrouw doet haar werk en wij komen gewoon niet kijken. En dan moet we kunnen ervan uitgaan dat. Mocht niet, oh. Ja, maar ik bedoel, als je een echte oranje klant bent, dan laat je je toch niet. Nou goed, laten we daar niet over beginnen. Je kunt ervan uitgaan dat de fotograaf of fotografen zo is gaan staan dat ze er zoveel mogelijk mensen opkreeg. Ik kon niet meer dan 3 Arnhemmers tellen. Maar het mocht dus niet. Goed, waarom was hij daar? U weet het allemaal, de Westerstraat is herbouwd in spiegelbeeld in ons Openluchtmuseum. Daar waren redenen voor, die zijn mij niet helemaal duidelijk. Ja, gelukkig. Er zijn mensen in de zaal die het wel weten. Die komen waarschijnlijk bij de volgende 13 meldpunten komen ze dat allemaal uitleggen. En Volkswijk. Want het Openluchtmuseum was een erg landelijk ingericht museum. Je zou haast denken, als je daar kwam als buitenlander. Ja, ik praat er gewoon doorheen hoor. Als buitenlander dat Nederland alleen maar cultuurlandschap heeft in de zin van akkers en boerderijtjes, dorpen, dat soort dingen. Maar Nederland heeft meer. Dat inzicht is ook bij de huidige directie, of althans de directie van een aantal jaar geleden, ook al van het Openluchtmuseum doorgedrongen. Er moet ook iets van de stad te zien zijn. Men is begonnen met de Westerstraat uit de Jordaan, de volkswijk van Arnhem. Nee, niet van Arnhem, van Amsterdam. Maar de volkswijk van Arnhem, dat is Kleurendal, helemaal goed uitgesproken zelfs. Kleurendal. Wie komt hier uit Kleurendal? Ja. Wie zou wel uit Kleurendal willen komen? Oké, dat is een goed teken. Wij gaan het dus gewoon hebben over ons Kleurendal. Nou heeft Kleurendal natuurlijk ook een hele lange geschiedenis. We hebben hier maar tijd voor, inmiddels nog maar 14 minuten voor de presentatie. Dus wij moeten dat efficiënt aanpakken. We hebben 2 prominente gasten in ons midden. Dat is voor u links en voor mij ook links de heer Klaas. Niet Klaas Wilting. De Groot. Klaas de Groot. Klaas de Groot, voormalig wijkagent in Kleurendal. En Gerrit Dassen zelf. Dat is de niet stadsgids, parkgids, maar de Kleurendalgids. De Kleurendalgids van Kleurendal. Geboren en getogen. Dus dat belooft wat. Die twee heren gaan met elkaar in debat, in gesprek. Maar voordat we dat doen, gaan we eens een stukje historie bekijken van Kleurendal op tv. En wij gaan terug naar de roerige dagen eind september 1989. De wereld staat van alles te wachten. De muur is aan het schudden, er komt het barsten in. En dat is allemaal veroorzaakt door wat hier gebeurt. September. Bush wil van de chemische wapens af. Gorbachev probeert het begrotingstekort te dichten.
Arnhemse politie waakzaam bij volksoproeren. Klarendal is het vanavond net als gisteren weer onrustig. De bewoners zijn in opstand gekomen tegen de drugshandel in de wijk. Bij de actie van gisteravond werden de ruiten ingegooid van een aantal panden waar drugs verhandeld werden. De bewoners zijn de overlast van de drugsverslaafde beu en zeggen niet te zullen rusten voordat alle dealers uit de buurt weg zijn. In tientallen panden worden drugs verhandeld zonder dat de politie er veel tegen kan doen. Ook liggen er vaak heroïnespuiten op straat, levensgevaarlijk voor kinderen. Twee meisjes hadden een keer ruzie in Klarendal. En een meisje had een spuit in de hand, die pakt de andere meisje even streep erheen. Maar de meisje zegt, wel, maar eet het ziekenhuis. Zodoende gaat een weer actie. Als jij een tuin hebt en je kinderen lopen daar en je ziet in één keer zijn junk liggen. Ik ga dan eerst bellen om te vragen als de politie even wil komen om hem weg te halen. Die schop je toch persoonlijk het heen en weer. Ik heb mijn kinderen er liggen, die moet je beschermen. De bewoners hebben het recht in eigen hand genomen, omdat volgens hen de politie niet hard genoeg optreedt tegen de drugshandel. De politie van Arnhem is bang dat de bewoners opnieuw naar geweld zullen grijpen. En daarom is de politie vanavond extra alert. Ja, wat praat die Joop van Zijl toch erg stads als je die uit de klei getrokken kleurvandallers hoort, hè? Hadden we het moeten ondertitelen of is alles duidelijk geweest? Nou, wat niet duidelijk was, kunt u vragen aan onze twee deskundigen. Ik geef de microfoon aan Gerrit Dassen en aan Klaas de Groot. Ja, dankjewel. Ja, de oproer, het is natuurlijk zo dat er werd naar ons niet geluisterd. Niemand nam ons voor vol aan. En als u nou denkt dat Klaas de Groot, dat was een politiefunctionaris. Als u nou denkt dat het onze tegenstander was, dan heb ik het mis. Want Klaas stond pal achter ons. Klaas stond achter de mensen van Klarendal. Nou, we hebben zelfs het CNN nieuws gehaald met dit verhaal. We zijn er niet trots op, maar het heeft wel een ommekeer gebracht, gelukkig. Je werd in één keer naar ons geluisterd. In één keer kwamen politici bij ons kijken hoe het was en hoe het moest. En natuurlijk de handhavers, natuurlijk moest Klaas handhaven, maar Klaas was wel een van ons toen in die tijd, Klaas? Ja, dat klopt. Maar het is natuurlijk zo, ik werkte in die tijd al, ik denk een jaar of 7 klaar en al. En dus je leert de mensen kennen en dan voel je ook wel de spanning opkomen, want wat ging er dan vooraf? Dat zo'n drugsverslaafden de wijk letterlijk en figuurlijk werden uitgeslagen. Dat de auto's van met name Duitse drugstoeristen op de kop gezet werden. En dat soort toestanden. En natuurlijk liep ik mijn zolen plat van de schoenen om naar het bureau te lopen van alsjeblieft doe er wat aan, hè, richting de korpsleiding, zeg maar. Want daar gaan ongelukken gebeuren. Nou, het is bijna zover gekomen, want ik weet nog heel goed, het was de laatste zondag van september 1989. Ik had net gehoord dat Vitesse had verloren. En, dat kwam er ook nog bij. Dat kwam erbij en er ging wat, het was mooi weer en ja, er ging wat drank in. En een aantal mensen die hebben het voortouw genomen om een aantal woningen, wat u net ook al gezien hebt, van voren de binnen te lopen en van achter er weer eruit en alles wat tegenkwam voor zich uitschuiven. En ja, er zijn sommigen hard van weggelopen. Maar het betekende ook dat de hele buurt uitliep. Uit alle wijken van Arnhem kwamen ze de volgende avond naar het Noordpad. Nou, dat stond helemaal vol, zwart van vol. ME heeft af en toe op moeten treden. Het waren voor een wijkagent heftige tijden. Dat mag u van me aannemen. Ja, goed, Klaas geeft dan aan het Noordpad. Het Noordpad, dat was een veldslag. Daar op dat Noordpad, je moet je voorstellen, de Arnhemmers kennen ongetwijfeld het Noordpad. In ons mooie Klarendal, de mooiste plek van West-Europa, even tussen haakjes. Maar het Noordpad loopt stijl naar boven, dus elke vechtpartij eindigde onderaan de Klarendalse weg. Hè. Ja. Dat ging allemaal vanzelf. En alles wat er liep en stond, dat werd, net als Klaas aangaf, dat werd gewoon meegenomen in de Maleise. In de Maleise tot op een gegeven moment zelfs de ME bij ons in de wijk kwam. Die we overigens nog nooit gezien hadden, want we losten alles zelf op. Hè? Samen met Klaas. Nou, ik had dus wel het geluk, dat zeg ik ook, van
dat ik me heel veilig voelde in de wijk, ook tijdens die rellen. Ik kon daar gewoon mijn gang gaan. En wat is je, een van je eerste opdrachten is natuurlijk van die rust terugbrengen. En dat duurde even. Dat zijn momenten dat de burgemeester vraagt of je even langs wil komen. Gebeurt niet zoveel hoor. En de korpsleiding, van wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Wat moet er gebeuren? Nou, dat zijn toch allemaal spannende dagen geweest en weken eigenlijk. Ik zeg wel eens van, ik heb denk 3-4 maanden ja, echt moeten dag en nacht in die wijk moeten zijn om die orde en die rust weer terug te krijgen. Samen, moet ik wel zeggen hoor, met een deel van de bewoners, met die het ook helemaal spuugzat waren. Dat weer komt er een televisieploeg, weer komt die camera op het staan. Nou, dat gaat vervelen. En, Je hebt me ook op een gegeven moment weggestuurd. Die zijn inderdaad ook weggestuurd. Maar onder het motto van nooit mooi geweest. Onder het motto nooit mooi geweest. Ja, ja. Maar wat ik wel wil zeggen is dat ik in die tijd ook heel veel te danken heb gehad in de samenwerking met mijn name een paar opbouwwerkers. Johan Bot en Hedwig Schrijen. Nou, we trokken echt als team door de wijk, praten op in mensen, of inpratend op mensen van, alsjeblieft, nu is het genoeg, en zo ging het ook. En wat ik wel wil zeggen, dat in één keer kon er ook heel veel. Klarendal eiste een politiepost. Het werd geen politiepost, maar wel een wijkpost. Huiskamer. Ja, toen nog de wijkpost op de Klarendalseweg. Ja. Men wenste uitbreiding van de politie. Daar kwam een tweede wijkagent bij. Dus dat soort dingen, dankzij de rellen, is dat gebeurd. Ja goed, de wijkpost was natuurlijk een belangrijk punt voor ons. Dat er echt politie aanwezig was in de wijk. Kijk, Klaas was een wijkagent die dronk onder een kop koffie bij de mensen in de regelende zaak. Maar we hebben de andere fase weer meegemaakt tot... Van het Poortstation was de nummer 2 in het drugsdoorvoercentrum van Nederland. Die periode kwam daar weer naar. Vandaar hadden we twee wijkagenten nodig. Nou, we hebben de wijkpost en toen kregen we de politiehuiskamer. Een prachtig fenomeen waar heel laagdrempelig op een hele kwalitatieve wijze politiewerk wordt geleverd. En het heeft even onder druk gestaan, maar ook door de inzet van ons. Is het gelukkig toch weer zover dat we die politiehuiskamer hebben kunnen behouden. Die is niet alleen voor Klarendal, maar ook voor Sint Maarten. Dus, en die wijkagenten, nou, die werken op dezelfde manier als Klaas gedaan heeft. Met en samen staan we sterk. Ja, dat is best een applausje waard, vind ik. Maar, die zogenaamde mooiste wijk van West-Europa... Hoezo West-Europa eigenlijk, ga ik me af. Maar goed, ja, er zijn veel mooie bedrijven in Oost-Europa, dat is zo. Volkswijken met name. Die wijk Klarendal herbergt ook een geheim. En kennen jullie het geheim van Klarendal? Ik denk dat jullie een vermoeden hebben. Wij gaan een stukje kijken naar een impact van de VARA een halfjaartje na de beruchte rellen. Dus dat pand waar u naast stond, dat is een pand waar drugs verhandeld wordt? Ja, een andere zijn er aan. En dat is voor u ook de reden geweest dat u zegt van, ik laat me erin schrijven. Als ze zeggen dat er s'nachts lawaai is, dat er hier steeds mensen aankloppen. Dat was niet s'nachts niets. Best niet helemaal niets. Dan mag je rustig een hele nacht in de deur gaan. Dat is een drugsverslaafde dus. En dan gaat kijk, mijn huis niet goed. Nee, een junk. S'nachts aan te bellen. Toevallig was het vannacht ook om 1:05, maar ik ga niet dood doen. Hoor. Maar zij beweren dat ze niet meer dealen, is dat zo? Ik ben er nooit rijk van geworden. Het is net voor je eigen gebruik en dan houdt het op. Maar kun je je voorstellen dat mensen hier in de buurt daar toch een beetje bezwaar hebben? Dan moeten de mensen ook niet kopen van deze. Dan moeten ze ook geen gestelde spullen kopen. Hadden jullie ook wel gestolen spullen? Nee, dat doen wij niet. Maar ik bedoel, zolang mensen hier in Klarendal gestolen spullen kopen, dan houden ze het gewoon in stand. Want dan verstreken ze de junkies middelen om het spullen te kopen. En wat dat betreft hebben ze allemaal boter op hun hoofd.
En het gaat gewoon, hier is een grote werkloosheid die in dit wijk in het broek. En als je dan daar geen spullen verkopen, dan komt dat gewoon gekocht. Of een video? Kom ik hem niet op de video, maar dat is zo gaan we allemaal. En we maken allemaal niks in. Het is werkeloos, maar die kunnen niet. Aan dit soort zaken, dan moeten we daarmee ophouden. Vandaar dat wij als gemeentebestuur nu ook een beroep doen, op middels een krant die we huis aan huis verspreiden, om dat ter discussie te stellen, gewoon aan tafel, thuis, op school of waar dan ook, dat dat niet kan, kopen van gestolen goed. Dat moet afgelopen zijn. Ja, het zou een kern gehad hebben, dat wordt dan met de kerst. Dingen worden dat niet openbaar gemaakt. Nou, dat de mond om elkaar is. Maar ze weten wel van als iemand iets geflikt heeft. Ja, dat weten ze ook meestal. Dan weet het hele wijk ook meestal. Als er ergens niet gebroken is? Ja, dan. Dat weten ze wel. Als wij hier in de straat niet gebroken met de andere gaat, dan ongeveer wie het is. Wie het heeft gedaan? Ja. Dus bij u is het wel eens niet gebroken? Ja. Weet u wie het gedaan heeft? Dat is moeilijk. Ja. Het is wel een beetje raar, hè? Ja. Maar mensen gaan niet naar de politie dan? Die zeggen niet van nou die en die die... Nee, dat doet hij niet. Oh, dat doet hij niet ook gewoon niet meer. En ik zal er ook niet. Daar komt hij zin in. Waarom eigenlijk niet? Nee. Dat zit er nu bij ons niet in. Ik denk dat ik even neer krijg dat als dat gaat zijn. Barendal is gewend zijn eigen boontjes te doen. Ja, dat hebben we altijd moeten, dus moeten we niet op. Ja, de eigen boontjes doppen. Wij gaan niet naar de politie. Het geheim van Clarendel. Heren, hoe komt dat zo? En hoe gingen jullie daarmee om? En alle andere leuke verhalen daaromheen. Ja. U heeft nog 3 minuten. Oh, nou Klaas, de eerste anderhalf zijn we jou. Nou, kijk, laat ik zo zeggen, iets weten is wat anders dan iets kunnen bewijzen. En daar was het wel zo dat je het echt wel moest bewijzen. Daarnaast leefde daar ook... het idee van, nou wat je ziet, de drugsverslaafden, die mogen van alles tongen brengen, als ze die spuiten maar weglaten. En dat was een van de grootste problemen in Klaarendal in die tijd, dat overal vond je drugs spuiten, gebruikte spuiten. En dat is gevaarlijk. Dat is een van de redenen geweest dat die opstand daar is uitgebroken. Dat die spullen daar, dat je in één keer... Ik noem eens wat, op een maandagmorgen de wijk in komt en je ziet daar 20, 25 wat jeugdige knapen in dezelfde camouflage pakken. Of in dezelfde trainingspakken. Ja, dan was het toch altijd dat iemand gevonden was van een vrachtwagengeval of zo. En wat die man net zei, van daar praat je niet over. Althans, niet richting, zeker niet richting de politie, wat er allemaal gebeurde. Dus je moest... ja, toch wel af en toe wat vindingrijk zijn om hier en daar wel de hand achter te krijgen. En dat lukt ook wel eens, maar ook vaak niet, omdat men echt de mond hield daarover. Dat was daar helemaal niet gebruikelijk. Ja, dat is een lekkere vraag. Goed, ik weet niet of u het gehoord had, maar hij vroeg hoe het bij ons thuis ging. Maar goed, wat u net gezien hebt, dat helaas moet ik zeggen, dat is de pure waarheid, zo gebeurde het. En waarom gebeurde het net wat Adam Zuidam is ook een hele bekende Klaarendaller. En Klaas kent hem heel goed, want hij is wel eens vaak bij Klaas op visite geweest. Maar dat zo gebeurde het nou eenmaal, om de mensen, een overgrote deel van de Klaarendallers, die hadden niks. En als je dan net wat ze zeggen, een beschoenen aangeboden kreeg, wat 200 euro minder was en het was ook nog lekker meegenomen als het precies jouw maat was. Toen je geen 2 per sokken aan hoefde te doen, want dat gebeurde ook natuurlijk. Maar precies jouw maat was, ja, dat gebeurde dat. Maar de andere kant van het verhaal is de drugsspuiten, net wat Klaas al aangeeft, de rotzooi, inbraken, et cetera, et cetera, et cetera. En als er ingebroken werd en je wist dat, dan gingen ze er even naartoe met een paar mannen en dan werd er even orde op zaken gesteld.
Dat heeft alles te maken met het feit dat wij toen in die tijd, nu niet, toen in die tijd nooit gehoor kregen op het gemeentehuis. Dat heeft alles te maken met wijken en Broek is ook zo'n voorbeeld, maar Klarendal is echt een wijk geweest die hun eigen boontjes heeft moeten doppen. En we zijn er gekomen, we zijn er gekomen. Want ze komen nou uit Groningen, uit Amsterdam, uit België. Ik heb pas geleden nog vorige week een delegatie uit Aruba hier gehad. En dan mag ik aan vertellen hoe we het allemaal gedaan hebben. En daar ben ik beren en beren trots op. Als je ziet wat er bij ons allemaal gebeurd is in de laatste 10, 11 jaar. Nou, we hebben een prachtig modekwartier gekregen. Dat koopt de Klarendaler niet. Maar, dan zeg ik het even plat, dat vieze zootje wat er stond, kan niemand blij mee zijn. Dus het is prachtig, het distributiecentrum is er gekomen, de straten zijn opgeknapt. En we moeten het zo houden. Alleen het punt, ik heb al eens gezegd, dat we straks als de centen er niet meer zijn, we hebben natuurlijk van tante Ella Vogelaar ook een postje gekregen, daar zijn we nog wat dankbaar voor. Maar als de centen er straks niet meer zijn, dan moeten wij klaar om alles te verzorgen hoe sterk we zijn. En zonder centen moet het ook kunnen. Want we onze zaak mooi houden zoals het nu is. Dank u wel. Ik wil toch afsluiten met het feit dat ik als wijkagent was voor mij Klarendal de mooiste wijk om te werken. En ik nog even tussendoor, die brief van de burgemeester over preventie, die heeft in Klarendal niet veel indruk gemaakt. Dan kijkt u even tot slot naar hoe Klarendal omgaat met Haags bezoek. Ja, stond in de grond. Kom eens uit, waar de pijzen doen we dat? Wij hebben de afgelopen jaren vele voorstellen gemaakt om de problematiek aan te pakken. Wij schuiven de verantwoordelijkheden niet door naar de overheid. Wel verwachten wij de volledige medewerking. Onze voorstellen zullen wij u nu voorleggen en wij zouden daar graag antwoord op hebben. Ik denk dat als we alle voorstellen één voor één gaan afwerken, dat het inderdaad de tijd zo gaat uitlopen. Dat wij dus nu komen tot de concrete vraagstelling, zoals u die daarvoor, als u die nog wel eens wil halen, voorstel 2. Ja, nou ja, dat voorstel 2, dat is de rondzwervende verslaafden veroorzaken ook veel overlast. Voor hen moet er een nachtopvang komen met maaltijden, toilet en douches. Vanuit die opvang kan de hulpverlening aan het werk gaan. Er moet snel geld uit de Haag komen voor dit project. Dus ik vind dat kan ook met eenzelfde project kan dat ook gestart worden. Mevrouw, 2 wordt ingelost. 3. Wat, 2 ingelost? Ja, dan mag je 1 ook wel in lot lossen. 3. Dan moet je ook zeggen dat 1 ingelost werd. U heeft toch een neiging om weer bij 1 terug te komen. Dat houdt u zo blijkbaar bezig. Maar als dit zo vlot gaat, waarom kan dat dan niet zo vlot? Ja, is toch zo? Zo lossen ze dat dus in Klarendal op. Oké, dat was onze aandacht voor het 100-jarig Openluchtmuseum middels onze kleurrijke, bonte, doch intieme en toekomstrijke wijk Klarendal. Gerrit, mogen we jou bedanken. Normaal geven wij een koffer met inhoud, maar jij moet meteen naar het Openluchtmuseum, heb ik begrepen. Dus die hou je te goed. Doe ze te goed op het Openluchtmuseum. Jij wou nog even iets zeggen. Nou, vooruit. 2 minuten, hooguit. Met de mededeling moeten doen, denk ik. Ja. Goed, ik heb begrepen in het programma dat er straks ook nog een quiz is over Arnhemse pophistorie. Nou, ik heb hier een tasje, daar staat op Klarendal 2021. We zijn bezig met een nieuwe perspectief te herschrijven. In 2001 hebben we al geschreven, daar zijn we mee bezig, 2021. Dat tasje zit allerlei leuke informatie in over Klarendal, wat dvd's. En ik, als jij de zorg voor wilt dragen tot de winnaar van die quiz deze tas krijgt, dan ben ik tevreden. Ja? Die tas is te mijn in goede handen.